Nobody does it better. We volgen vandaag Jari Liedmanen. Die is dus straks bij de reunie. Rond de wedstrijd Ajax-Heerenveen. Maar er is dit weekend ook de Future Cup. En ja, dat pakt hij ook meteen even mee. En hij is nu wedstrijd aan het kijken, dus ga vanavond. Dag Jari. Hallo. Hey. Zometeen natuurlijk de reunie. Ajax-Heerenveen. Nu nog even bij de Future Cup kijken. Ja. Ja, het is voor het eerst voor mij dat ik deze toernooi kom volgen. Ik vind het een goede toernooi. Allemaal grote clubs. Het is toch altijd wel mooi dat Ajax daar dan altijd nog wel tussen zit en ook ja, maar we moeten niet vergeten, Ajax is ook qua naam een grote club overal ter wereld. Ajax heeft eigen identiteit. En dat zie je gewoon nu hier. Ja, dat zie je hier ook in de jeugdhelftallen. Ja. Hey, zullen wij zo naar de arena gaan? Ja, straks gaan we. Ja. Gaan we even wat bekend opzoeken? Ja. Ja. Je was ook kijken bij Ajax zelf, toch? Ajax zelf, klopt. Dat was, heb je ook zo genoten? Het was een goede wedstrijd van Ajax, ja. Ik heb inderdaad echt genoten, ja. Is het lang geleden dat je dat zo gezien hebt bij Ajax, op die manier? Nou, ik weet nog, was het 3-4 jaar geleden, was ik ook heb ik een wedstrijd hier, dat was toen Ajax Barcelona. En Ajax heeft toen ook goed gespeeld. Dat is ook een goede wedstrijd, ja. En van Barcelona gewonnen. Dus mijn laatste Europese wedstrijden zijn inderdaad goede wedstrijden geweest. Dus eigenlijk moet jij gewoon vaker komen, daar ligt het aan. Ik zie het kant al. Ja. Is het voor Ajax haalbaar om finale te spelen, finale te winnen misschien wel? Nou, als ze zo spelen zoals tegen Schalke die de eerste wedstrijd. Alles is mogelijk. Wij komen zeker een mooie toekomst in de komende jaren bij Ajax. En daar moeten wij allemaal achter staan. Ja, nou, dat was het.